Regelmatig worden er in de arbeidsovereenkomst postcontractuele bedingen opgenomen, zoals een concurrentiebeding of een relatiebeding. Een postcontractueel beding is in tegenstelling tot de andere voorwaarden in de arbeidsovereenkomst ook na de beëindiging daarvan nog steeds van toepassing. Vaak worden deze bedingen gecombineerd met een boetebeding, waardoor een overtreding een werknemer duur kan komen te staan. In de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland van 2 februari 2023 lagen een aantal postcontractuele bedingen voor. Het betrof een werkgever, IGN, die zich bezighoudt met het aan- en verkopen van strategisch gelegen gronden in Nederland. Na een paar jaar voor IGN gewerkt te hebben, heeft een werknemer ontslag genomen. Rond diezelfde tijd heeft de schoonvader van de werknemer een bedrijf opgericht, genaamd TVP. TVP hield zich bezig met het aan- en verkopen van onroerende zaken. IGN en TVP hebben op een gegeven moment overleg gevoerd over het aangaan van een mogelijke samenwerking. Hierbij was de ex-werknemer aanwezig namens TVP. In de periode hierna heeft IGN kenbaar gemaakt dat ex-werknemer onder andere zijn concurrentiebeding had overtreden door na zijn ontslagname voor TVP te gaan werken. De ex-werknemer had namelijk in zijn arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding, waarin onder andere stond dat hij gedurende de periode van 1 jaar na het einde daarvan niet werkzaam mocht zijn of betrokken mocht zijn bij een onderneming met activiteiten op een terrein gelijk of op enige andere manier concurrerend met dat van IGN. IGN heeft bij de kantonrechter onder meer nakoming van de bedingen gevorderd en een verbod om werkzaamheden te verrichten voor het nieuwe bedrijf. Het doel van een concurrentiebeding is het beschermen van het bedrijfsgebied van de werkgever. Het gaat dan om bescherming van bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige informatie. Volgens artikel 653 van boek 7 BW moet een concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen zijn met een meerderjarige werknemer. Het concurrentiebeding mag in beginsel alleen worden aangegaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het beding is geheel of gedeeltelijk vernietigbaar indien het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen of indien het beschermbelang van de werkgever niet in verhouding staat met onbillijke benadeling van de werknemer. De rechter kan het beding ook matigen, bijvoorbeeld in tijdsduur, geografisch bereik, type activiteiten of relaties of een combinatie van het voorgaande. De kantonrechter was in deze uitspraak van oordeel dat de ex-werknemer inderdaad het concurrentiebeding had overtreden. Dit was het geval omdat TVP zich met dezelfde activiteiten bezighield als IGN, zijn voornamelijk werkgever. Dit betrof namelijk de aan- en verkoop van onroerende goederen of gronden. Er was dus sprake van concurrerende bedrijven. Dat twee bedrijven in verschillende regio's waren gevestigd, maakte dit volgens de kantonrechter niet anders. Het concurrentiebeding kende namelijk geen geografische beperking. En de twee bedrijven dreven handel in dezelfde regio. De ex-werknemer werd door de kantonrechter verboden om tot 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten voor het nieuwe bedrijf.